Daarachter ligt Syrië. Maar ook hier op de Golan wappert de Syrische vlag. Marcel Shams werd in 1967 door Israël bezet. De meeste Druzen hier beschouwen zich als Syriër en voelen zich sterk verbonden met hun land. Vader en zoon Assad, ze waren hun helden. Ze beschermden de Druzische minderheid. Iedereen in het dorp volgt het nieuws op tv, maar niet iedereen op dezelfde zender. Twee zussen in hun familiewinkel. Assad, de splijtswam. Voor velen van de oudere generatie is het moeilijk te bevatten dat de leider die hen zou bevrijden van Israël nu zijn eigen volk vermoordt. Voor veel jonge dorpsgenoten is dat inmiddels wel duidelijk. Ali Marie ziet het in verwarring aan.